Ik hoop dat je me allemaal kunt horen. Hier op het ogenblik geven we even een paar plusjes, dat ik weet dat ik goed te horen ben, zoals dit. Hallo iedereen, ja, oké, geweldig. Dank je, dank je, dank je, dank je. Zo, vandaag doe ik een presentatie samen met Vlady Volkov. En we gaan je laten zien een beetje over de nieuwe technologie in Nigeria. Wie ben ik? Ik ben Christian van der Vijver, ik ben ambassadeur in Nigeria. Ik woon ook bijna, je kunt zeggen, in Nigeria. Eigenlijk is de bedoeling niet dat ik hier zo lang blijf, maar ik zit opgesloten met de coronavirus. Ik heb geen coronavirus, maar ik zit wel geblokt hier. Hè? Dus ik zit vast hier in Nigeria. We kunnen dus niet buiten. We kunnen juist even buiten naar de winkel te gaan, maar ook niet meer dat. Maar allez, het komt allemaal in orde. Ze gaan terug alles een beetje vrijgeven hier. Zoals ze in België alles vrijgeven, dan kunnen we ook terug normaal gaan stappen. Wat is mijn doel? Mijn doel is gewoon hier alles in Afrika aan te bouwen. Te zorgen dat we fase 15 kunnen sluiten met alle nieuwe investors hier in België en in heel de wereld. En als ik mijn partje kan bijdragen hier vanuit Afrika, samen met mijn vrouw, dan ben ik daar heel erg voor bereid, voor er heel erg voor te gaan, zoals ik er samen mee ga met Vlady en met Kaat en met al de andere mensen hier in Nigeria. En we gaan dat verder aanbouwen in Afrika. Zo, mijn beste vrienden, heel lang geleden was het al een idee op een printkaart om met nieuwe technologie te starten. Dat was toen nog geen nieuwe technologie, dat was gewoon een idee voor een transport in de hoogte te gaan bouwen. Dat was een printkaart uit 1914. En die zie je hier waar dat ze toen eigenlijk gebouwd hadden. Wat idee dat ze hadden. Het idee was er wel, maar het resultaat is, ze hebben het nooit kunnen uitwerken. En als ze het nooit uitgewerkt hebben, zie je nu op het ogenblik dit resultaat. Het resultaat is, als je niet in de hoogte gaat werken en je werkt alles uit op de grond, dan heb je dit resultaat. Alles strokt op, alles blokkeert. En dit is het schema dat we nu momenteel creëren op de baan. Alles ziet je hier aan containertransport. We hebben meer en meer trafficverkeer en dat moet gaan veranderen. Overlaat aan transportroutes en geen beveiliging. Er is absoluut geen enkele beveiliging, overbelasting aan transportwegen. En niet alleen dit, maar je ziet de structuur van de wegen. Het wordt met wind en storm en regen en sneeuw, het wordt er allemaal niet beter op. En de laatste tijd ziet je dan ook nog de vervuiling die dat dan een grote passie speelt. De vervuiling, de verbranding, dan de pollutie die dat dan ook nog meespeelt. En als je spreekt over pollutie, als je denkt dat dat geen pollutie is, dan zitten we in een heel zwaar donkere structuur. Nu, de milieuvervuiling is een heel groot probleem. En je verschiet er niet van dat we allemaal dan nog wel een beetje problemen krijgen met het een virus na het andere. Dat moet opgelost worden door de vervuilingen die dat we krijgen. Dat gaat er allemaal niet op beter worden als we dat allemaal niet gaan oplossen. Dus, we moeten de wereld cleaner maken en hoe gaan we dat doen? Door meer op een andere manier ander transport te brengen en meer elektronisch transportverkeer en een hydrotransportverkeer en geen kool, geen gas, geen petroleum en geen nucleaire brandstoffen niet meer. Het probleem is een groot energieverbruik, dat is hetgeen dat we hebben en als je ziet welke soort transporten die dat we moeten gaan creëren en moeten gaan bouwen, er zijn allerlei manieren gevonden. Dat was al een verbetering dan hetgeen dat er was, want we gingen al in de hoogte. We gaan op een ander soort verkeer gaan bouwen. Maar als je ziet dat we moeten bouwen aan structuren, aan concrete, aan betonnen palen, dat is enorm als je dit ziet wat we eigenlijk moeten gaan bouwen. En hier dachten ze het iets beter te doen, dat is een transport in Duitsland. We gaan al de hoogte in. Hier gaan we ook de hoogte in. Hè. Je ziet dat hier, het wordt elke keer een beetje beter en beter, maar het is nog altijd niet opgelost. En hier zie je al een ander systeem dat ook al bedacht is geweest aan rails op de grond, aan rails, kabelrails voor het op te trekken, maar de rails, die moet je normaal gezien de kabels elke 3 jaar vervangen, deze railkabels. En de kabelrails hier op, hier de dashtickskineren, moet je elk jaar gaan vervangen. Ik zal dat even aantekenen, dan kun je dat zien. Elk 6 jaar. Het moet elk 6 jaar vervangen worden, die rails. En dat is ontzettend duur. Dat is die kabelrails, die dat moeten vervangen worden.
Dan zie je hier de potentieel. We creëren een transport aan infrastructuur industrieel die qua potentie niet onderdoet voor industrieën als de luchtvaart, de spoorwegen en de auto-industrie. En dit is een punt dat gekomen is van de algemene ontwerper Anatoly Jonitsky, een van zijn spreekwoorden. En absoluut moeten wij dat niet veronderdoen als je hier momenteel ziet welk type of transport dat we nu momenteel aan het creëren zijn en aan het bouwen zijn. Heel zuiver clean transport. Basis van string. Wat is een string? Hetzelfde als een gitaar. Dat heel veel stringen bij elkaar, bundelt die bij elkaar, spant die op en dan krijg je eigenlijk string transporttechnologie. Dat is heel speciaal sterk, waarmee dat je eigenlijk een kabel kunt overspannen van 3,5 kilometer afstand. Dus van een ene building tot een andere kun je over 3,5 kilometer gaan. Dus zo sterk moet die kabel zijn door stringtransporttechnologie. Kun je nooit met een metalen kabel doen, want je gaat te zwaar doorwegen en het resultaat is dat je dan eigenlijk in het middenpunt veel te zwaar zet en je transport niet kunt vervoeren. Hier zie je onze transporttechnologie over een afstand van 400 meter. Hier zie je het idee, als je diep kijkt, een hele simpele paal in het water en met een afstand van 400 meter distance, afstand, en dan zie je wat de transporttellen kunnen doen. Als je naar die brug kijkt hiernaast en voor deze brug op te tillen, dan zie je wat eigenlijk de technologie nodig is om deze brug in zijn pijler te houden. Dat spankracht dat die kabels nodig hebben om dat te doen en wat wij eigenlijk nodig hebben om ons mensen te gaan transporteren. Nu, wat is heel belangrijk om te begrijpen, dat we een spanwijdte hebben en een dieptewijde hebben die we over elke afstand kunnen gaan bouwen. Nu, het is een vervoeging van pillars, hier vulmiddel, hier de rails, de stringrails, de snaren zoals we eigenlijk zeggen. En dan heb je ook de spoorstaafkoppen, de spoorstaafkop. En deze kop, die moet eigenlijk elke 25 jaar vervangen worden. En eigenlijk elke 25 jaar vervangen niet, maar je ziet dat is eigenlijk gewoon een kop die dat erover zit en je zet ze nadien terug op. Dit is eigenlijk de enige onderhoud die je eraan hebt, elke 25 jaar, die rail is niet meer vervangen. Hier zie je de overpas van rails die dat we kunnen gebruiken. Hier zie je de overpas van rails. Hier zie je de type rails. Hier zie je een type van rails en hier zie je dit type van rails die dat we kunnen gebruiken in elke transporttechnologie over welke afstand dat we ook moeten gaan. Hier is een originele foto van in Belarus. Hier zie je ook in Belarus, onze foto. Dit is origineel, de Unicar en de Unispeed. En we hebben hem allemaal gezien op de Ecofest laatste jaar. Het was geweldig om dit te zien, als ik me dat herinner. En dit allemaal dankzij deze man, dat ze eigenlijk nooit geloofd hebben. Hè? Nooit hebben ze die geloofd. Ze hebben gezegd, ze hebben die gek verklaard. Ze hebben gezegd, dat is niet mogelijk wat je creëert. Maar, er is maar één ding. En om dingen te volharden en om dingen te bewijzen, zo heeft Einstein het bewijst, of bewezen, en zo heeft Toninski het bewezen. Wanneer dat ze u niet geloven, ga door en geef niet op. En hier doet hij een presentatie waarbij dat ze hem achteraf allemaal uitgelachen hebben. Dat ze gezegd hebben, het is niet waar, dat kan niet wat je gezegd hebt. En nu, een paar jaar later, gaat hem terug en dan wint hem de ene award naar de andere. En hier zie je Jolinski nu een originele foto zoals hij nu is. Het idee is ontstaan hier uit de wagen op rails. En hier zie je nu de high speed, wat staat al in de stijlers om te gaan bouwen in de volgende jaren die dat er gaan aankomen. Je vindt meer informatie op Jolinski.engineer. Dus mensen gaan er naartoe, Jolinski.engineer. En bekijk eens een keer die site, hè, en lees eens een keer een beetje erover, dat je er meer over geïnformeerd wordt. Hier zie je dan het probleem dat we altijd al hebben, is overbelasting van transportwegen, geen beveiliging, milieuverbruiking en heel veel energieverbruik. En als je kijkt naar de wagen die dat we hebben aan CO en je ziet dan 0,04 en je ziet hier aan de weerstand, aan de windweerstand, hier zie je dan aan 0,0065, terwijl we dan een veel hogere speed gaan aangaan, dan weet je ondertussen wel hoe dat wij met ons coëfficiënt eigenlijk zitten. Als je hier ziet naar het transport, 14 personen in een unibus
En je ziet dan hier bij een afstand van 100 km per uur, ja, tegen een afstand van 100 km afstand, hebben wij een verbruik van 0,12 kilogram per passenger aan elektriciteit of aan fuel. Als je dat uitrekent, dan aan de high speed met 6 personen geladen tegen een afstand van 500 km per uur, tegen een afstand van 100 km afstand, dan zit je aan 0,93 fuel of brandstofverbruik op elektriciteitsverbruik. Mensen, als je dat uitrekent en je een auto neemt en je gaat met zoveel mensen rijden, dan zit je met veel grotere afstanden en die dat je moet verbruiken aan brandstofenergie. Daarom zie je hoe zuinig dat we zijn in energieverbruik. En hier zie je hem, onze Unical, die dat we eigenlijk gepresenteerd hebben in het Ecotechnopark en later ook naar het innovatiecentrum in Sharjah. Voor te begrijpen hoe dat het structuursysteem werkt, hier zie je de pillars, hier zie je de stringrails, hier zie je het systeem om te zorgen dat je niet uit de bochten gaat vliegen en het motorwielsysteem dat ervoor zorgt voor energie op te laden. Die energie, voor even een paar dingen duidelijk te maken, mensen zeggen, ja, maar wij maken onze vlerken onze eigen energie, dat is niet juist. Het punt is, wij creëren energie die dat we kunnen gebruiken in elke noodsituatie. Dus we hebben elektriciteit nodig. We hebben elektriciteit nodig. Maar wanneer dat er een noodsituatie is, kunnen de batterijen dit overnemen tot over een afstand van 200 kilometer. Kunnen wij ons eigen transport zelf vervoeren. Dus je gaat nooit niet altijd ergens in een probleem komen te zitten dat je opgestuurd zit. En meer energie gaan we dan creëren door in de toekomst ook zonpanelen te bouwen en een windturbine aan palen. Dat dan ook extra energie kan creëren. En die energie tezamen, die kan een overproductie aan energie maken, waardoor dat we natuurlijk energie kunnen gaan leveren. Maar versta, als ik je zeg over energie leveren, en je moet energie gaan leveren over een afstand van 100 kilometer, of je hebt op dat moment in dat land 1000 kilometer, dan ga je energie overal kunnen leveren. Aan die regio waar je rijdt. Maar je kunt geen energie gaan leveren aan heel België, om alleen maar te gaan zeggen dat je 10 kilometer rails gaat bouwen. Dus we moeten even leveren en denken dat we ook moeten gaan bouwen over een serieuze afstand om energie te gaan leveren aan het land zelf, als we dat willen doen in de toekomst. Hier zie je wat je allemaal moet uitbreken om eigenlijk een transportmiddel te gaan bouwen, wat dan ook al in service. En hier zie je wat wij doen, capital cost, operatiekosten, energie, de besparing in de capaciteit, de pollutie dat we niet meer hebben en de accidentrate is heel laag tot een minimum te herschrijven. En die zou dat ik zeggen, het is het meest zuivere transport in de wereld dat ik ooit gezien heb. Toen dat ik nog in het ziekenhuis werkte, toen dat ik eigenlijk elke dag moest gaan werken en ik moest in de operatiekamer staan, dan heb ik heel wat andere dingen te zien van mensen die dat naar mij kwamen met breuken, niet alleen met breuken, met benen en armen die moesten afgezet worden van problematieken die dat er waren in, in structuren van ongevallen die dat gebeurden op de wegen. Dus daarom ben ik heel blij dat ik eindelijk in dit transport kan werken en dat ik hier als ambassadeur kan fungeren in dit land. Hier zijn allemaal de wagens of die dat momenteel al gecertificeerd zijn en gepatenteerd zijn. Dat zijn de 6 modellen die dat gepatenteerd en gecertificeerd zijn. Aan deze moeten ze nu werken, daar zijn ze niet aan bezig. Maar daar gaat heel snel de certificatie ook voor rondkomen. En dan, hier zijn ze ook aan bezig aan de cargo. Dat weet je, die gaan we nu beginnen. Dat is de volgende lijn die nu moet opgestart worden. Dus we hebben fondsen nodig, mensen. We moeten zorgen dat we zo snel mogelijk die fase 5 kunnen afsluiten. Dat we die cargo op ons rails hebben staan. Want er is heel veel vraag naar cargo. Er is ontzettend veel vraag naar cargo. En het is daarom dat ik tegen jullie zeg, please, mensen, nu, investeren, nu dat je de kans hebt om het te doen. Hier zie je hoe dat het is als het afgewerkt is. Een heel schoon project, mooi over de autosnelweg, zonder verkeer, zonder veel problemen dat we hier creëren. En hier de vrouw van Anatolie Rinsky naar Gesda. En hier zie je dat ze heel trots is dat ze het certificaat, die ISO-norm heeft bekomen
met haar team en met de technologie dat hier aan haar overhandigd wordt. En je moet heel goed zijn om dat te kunnen krijgen. Hier zie je ook alle certificaten die dat er zijn. Dat zijn er een heel deel. Van Japan tot China, tot Singapore, overal hier in heel de wereld. En ook Afrika. Dit is het bedrijf, het kantoor. Het kantoor dat er momenteel is. Maar er is nu momenteel al een nieuw kantoor in opmaak in Minsk. Dit is 3 verdiepen, het andere is 9 verdiepen. We groeien en we groeien en we groeien en we groeien. En dit is het fabriek waar we eigenlijk allemaal werken. Kunnen wij je voorstellen, in 2014, dat was een leeg land. En nu zie je de bewerking op dat land, hoe groot dat het geworden is. En de meeste mensen die hierin zitten, dat ik hier momenteel zie zitten in de groep, dat zijn allemaal mensen die momenteel in het systeem al inzitten, die weten hoe dat het eraan toe gaat. En als je het nog niet weet, zorg dat je het land kunt gaan bezoeken, Belarus, wanneer dat het Ecofest is, en dat je er kunt bij zijn in het Ecotechnopark, want ik vermoed waarschijnlijk met de coronavirus, dat het dit jaar wel terug in Belarus zal zijn. Want daar is geen virus aan de hand. Zo, hier zien we het geweldige project dat we gaan opbouwen in Sarja. De modelplanning, de projecten die dat we daar gaan uitbouwen voor het innovatiecentrum. Waar dat ook de ingenieurs naartoe zullen gaan, scholing gaan volgen, scholing gaan krijgen. Hier zie je het project 2019, dat is het echte 400 meter transportrail, waar dat de test gedaan is met de Sheikh in Sharjah, waar dat je hier zijn een vehicle ziet, zijn een wagen ziet, zijn transport, de unicar van hem ziet. Mamma mia, als je dat eigenlijk bekijkt, mensen, hoe dat je eruit ziet, platinum wielen, ja, alleen jongens, kom, ja, Sheikh zijn geld, hè, die hebben geld om te investeren, en dat is ook ons schoon ding dat we hebben in dit land. De Ecohazen, daar zie ik naar uit om mijn eerste aanschuwing aan te schaffen en hier te kunnen bouwen in deze regio waar dat we onze lineaire cities zullen bouwen. Is het zuiver? Mensen, het is innovatief, het is boven de grond, het is high speed, het is heel safe, het is zeer efficiënt, het is heel makkelijk te bouwen en het is volledig een zuiver flinty, zuiver transport om te bouwen. Nu, om te begrijpen dat we van 1978 tot 2020 al de planning hadden voor fase 15 te kunnen halen, dus je ziet eigenlijk dat we heel mooi op onze structuur zitten, en ook zelf in de coronavirus, zoals Juninski zei op zijn laatste periode, natuurlijk, wij weten er ook allemaal een beetje van, hè, dat het allemaal een paar maanden opschuift en een paar maanden hier, dat sommige leveranciers niet kunnen aanleveren, en dat dingen kunnen doen, dat het allemaal wat zijn gevolgen heeft voor iedereen. Dat is ook zo. Maar we hebben niet zo heel veel gevolgen ervan. We doen heel veel zelf. En dat is ons geluk dat we hebben, doordat we heel veel zelf doen, dat we heel veel zelf kunnen creëren. Dat fase 15 heel kort is. En dit is de presentatie die ik jullie wou laten zien, beste mensen, op deze transporttechnologie. Wat is heel belangrijk om te kunnen begrijpen, dat je moet gaan investeren in deze technologie. En waarom moet je nu net gaan investeren in deze technologie? Ik ga nu een paar dingen naar voren brengen. Investeringsplanning, Boeing, 1979. Kocht je investeren in een pre-IPO, voor de IPO, voor de Boeing startte met zijn investeringsproject. Voordat zij naar de stok zijn gegaan, kostte gaan investeren aan $3. Dat is in 1979, mijn beste vriend. 1979. Ze hebben dat niet aan mij komen vragen, hè? Google heeft dan ook niet komen vragen aan 1 cent in 2004. Hebben ze dat mij niet komen vragen, hè? Als ik het geweten had, had ik het misschien niet gedaan. Ik had het waarschijnlijk niet geloofd. Zoals wij de kans niet hebben gehad, nu weten we allemaal wat dat Google is. Maar je moet veronderstellen dat je man van Google naar u komt, voordat wij nu allemaal op ons schermpje zitten, en dat het allemaal heel normaal is dat we op aan het klikken zijn, dat we naar u gingen vragen. Kijk even naar uw grootmoeder of grootvader,
Dat als iemand naar je grootmoeder en je grootvader gaat en die zegt, ah, binnen 2, 3 jaar komt er zo'n schermpje uit en je gaat daar eigenlijk van alles kunnen op vinden wat je woordjes gaat kunnen opzoeken. Ik denk dat je grootmoeder en je grootvader nooit geloofd hadden dat dat zou kunnen gebeuren. Die zouden misschien niet geïnvesteerd hebben. Alleen de mensen die bezig waren met de wereld is aan het veranderen in technologie, ik ga dat risico nemen, ik ga toch eens een beetje centen investeren. We gaan nooit niet weten wat er kan gebeuren. Die mensen die dat risico hebben genomen, zoals ook in Tesla, in 2014, voor Tesla was, voordat we allemaal lachen waren met Elon Musk, en voordat we allemaal zeiden, die man die creëert hier niks, aan 1 cent, dat we dat kosten kopen, die investering pre-IPO, voordat het een aandeel werd, net zoals bij ons, kost je co-owner worden in die technologie. Niet meer, hè. Nu kun je alleen op de beurs aankopen, hè, als een investeerder op de beurs. Maar wat is een Tesla-share nu waard in 2020, 5 jaar later? Mijn beste vrienden, in februari, de 21ste februari, stond dat $901. Ik wil je even laten zien wat dat gedaan heeft op 5 jaar tijd. Dit is nieuwe transporttechnologie. En als je nu niet begrijpt dat je moet investeren in technologie, ga je het nooit begrijpen. Want dit is een bewijs dat op 5 jaar tijd iets enorm hoog kan gaan. En wat denkt dat wat Jonisky gaat kunnen doen met zijn technologie? Niet meer rijden op de straat, maar op een second level, op een tweede verhoging, op een tweede verdiep. Niet in de lucht, niet op de straat, maar op een rail, op pillars. En dit is onze toekomst. Dit is onze toekomst. En niet alleen de railtransport, maar al de rest dat hem creëert. De bruggen, de drones, de kleine drones die dan over pijplijns vliegen. De wheelchairs. Dan heb je de wagen die dat we gecreëerd hebben. Mensen, de beveiligingskabels voor terroristische attacks. De camera's die dat aan lijnen gaan, die dat heel ver kunnen detecteren voor mensen die er aankomen, voor camerabeveiliging. Je begrijpt niet wat het is. Maar ik wil het niet wel laten zien. Mijn beste vrienden, wij kosten investeren aan Google aan $4 in februari 2005. Aan $4. Nu, vandaag betaalde 1483, 5 jaar later. Ik wil nu even vandaag iets verduidelijken. Die $4, dat is hetgeen wat je vandaag betaalt bij Skyway. Dankzij ons platform van SkyWorld Community zijn wij degene die dit creëren voor Anatoly Jonisky's technology samen met onze partners. En dat wil ik nu naar jullie naar voren brengen, mijn beste vrienden. Doe nu deze investeringen die je kan, want je ziet wat het kan brengen. Als je nu 31.000 shares koopt, vandaag aan $1, heb je $45 miljoen. $45 miljoen, als het dezelfde waarde heeft dan $1483 voor 1 share. Dus kun je mij veronderstellen waar dat het kan gaan. Als je nu momenteel 31.000 shares hebt aan $1000 investment. Maar we gaan het beter maken vandaag. We gaan het zien. Kijk, dit is allemaal nieuwe investering. Een Google share, een Tesla share, een Amazon share, een Facebook share. Dat is allemaal nieuwe investering, nieuwe technologie dat gestart is achter het jaar 2000. Je ziet dat het alleen maar opgaat. Wij geven een nominale waarde van $1. Dus wanneer dat je $1 waarde hebt aan de stokmarkt, kun je dat gaan verkopen. Kun jij er een deel van gaan verkopen. Jonisky gaat ons beschermen dat we niet zo zot zijn van alles in één keer te gaan verkopen. En we bouwen op de blockchain. De blockchain, dat wil eigenlijk zeggen dat we bouwen in technologie op de blockchain. We geven ook een deel van de mensen hebben dividendshares. Wij zijn degene, dat groepje, dat dividendshares hebben. Wat is een dividendshare? Dat ga ik u heel duidelijk uitleggen wat een dividendshare is van mijn volgende dingen zijn, de slides zijn gaat zien. Er zijn 400 miljard shares. 400 miljard shares.
Dat is de waarde die gecalculeerd is op de waarde in het bedrijf waar dat de certificaten en de patenten allemaal op berekend zijn in de hele wereld. Door bedrijven die dat er berekend hebben. En daardoor zijn er shares kunnen ontstaan. En die zijn geregistreerd op de British Virgin Islands in, dat is een eiland waarbij alles tax-free is. Waarom? Omdat Ioniski alle centen wil gebruiken om te investeren in zijn technologie. Dit zijn de pakketjes, mensen. Pakketjes van $5,000, van $10,000, van $25,000, $50,000. En je kunt je allemaal afbetalen met $500 per maand. 190.000 shares voor $5,000. Dat is geen geld. En als je dit bekijkt, je kunt ook investeren met een pakketje van $100. Of $200. Of $400. Naamgelang wat je eigenlijk zelf aan kunt. We hebben voor iedereen, nu voor $100 heb je 31.000 shares. Voor 10 maanden te betalen, $100, 31.000 shares. En als je dan een bonus nog bij wilt, dan betaalt je gewoon de eerste maand $300. Ik heb een mooi opbrengst. Maar het is wel een probleem. 98% is uitverkocht. Als je nog lang gaat wachten, dan ga je te laat zijn. Ioniski geeft nu een speciale actie. En als je nog lang wacht, ga je ook die actie nog verliezen. Waar dat we op de stock exchange gaan, is de planning is Londen. Maar dat zou ook kunnen zijn dat het op een andere plaats gaat. Het zou zelf kunnen dat dat in Singapore is. Het is niet gegarandeerd dat het Londen wordt. Dat hangt allemaal een klein beetje af waar dat we zullen gaan in de toekomst. En dit is van waar dat we eerst zullen gaan bouwen. Veronderstel dat we nu een heel grote reclame bouwen volgend jaar in Vietnam. Dat daar de eerste grote lijn gaat komen. En we gaan Dubai al doen. Dubai is al veel korter bij de Aziatische landen. Dan zou het wel eens kunnen dat Ioniski eerst op de stock exchange gaat in Azië. En waarom niet? Oh, laat allemaal die Aziaten allemaal en laat allemaal die mensen voor die landen maar eerst gaan kopen. Laat ze alles voor ons maar gaan opdrijven. Dit is hetgeen wat er gaat gebeuren. Wij gaan meer en meer opbrengsten krijgen. Het moet gaan op de snelheid waar je gaat bouwen. Wat zeggen ze hier in Nigeria? In Nigeria zeggen ze, see is believe. En als jij daar in die landen gaat beginnen eerst, en je gaat daar eerst op de stockmarket, wat denk je wat alles gaat doen? Alles gaat rond de hoogte in. En dat kunnen ze daar ook gaan verkopen natuurlijk. Het maakt ook niet uit waar dat ze gaan. Ioniski zal samen met de partners wel beslissen waar dat ze moeten gaan. Waar dat het meeste kan opbrengen. Nu, wat Ioniski nu had op dat moment was, hij begon nu te denken tijdens deze coronaperiode van, wat moet ik nu gaan doen? Tijdens deze coronavirusperiode. Maar dat zegt, alle mensen moeten nu zoveel opofferen op dit moment om dit te kunnen doen. En hij had een briljant idee. En de briljant idee was nu een groot voorbeeld te geven aan ons in deze periode. Hij heeft maar één doel. Stage 15 snel te sluiten. Ik denk dat je dat heel goed begrepen hebt in een van de vorige video's. Ik wil echt stage 15 sluiten, zei hij. En daarom zegt hij ook, ik ga nu een grote korting geven op een pakket van $50 per maand tijdens 60% korting. En een pakket van $100 per maand tijdens 100% korting. Mijn lieve vrienden, ik ga u even terugbrengen naar 2015. Ik denk dat het heel duidelijk is om te gaan begrijpen. Maar wij gaan nu een pakket aanbieden aan jou voor 50 dagen tot eind juni. Dat jij kunt een pakketje kopen van $50 per maand. Ik ga nu mijn cursus nemen. $50 per maand. Voor een pakketje voor 1 jaar te betalen. 12 maanden betaalt je $600. En mijn lieve vrienden, kijk hier. Je krijgt 36.000 aandelen voor een pakketje van $600. Waar dat je enkel 12 maanden betaalt. $50 per maand. Dat is meer dat je krijgt dan een pakket nu voor $1,000. Maar nu voor $1,000 krijg je 31.000 shares. 31.000 shares voor een pakketje van $1,000. Maar we gaan er nog een schepje bovenop doen. We gaan promoten, want we gaan nu niet voor $500 gaan. Niet voor $600 gaan. Maar we gaan voor $1,200 gaan, mijn beste vrienden. Wij gaan hier gaan
voor een pakketje van $100 per maand. En we gaan voor $1200 voor een jaar afbetaling, $100 per maand. En kijk, 120.000 pre-investing shares. Pre-sales. Mijn beste vrienden, deze pre-IPO, dat is een ongelofelijke kans die we nu momenteel krijgen om hierin te gaan investeren. Ik heb al pakketjes gekocht, hè. Mijn pakketjes zijn nu al aan het lopen, hè. Doe mee, hè. Vergroot uw kans, want die komt nooit meer terug, hè. Ik ben gestart achter een periode waar dat we dit niet hadden, hè. Het is daarmee dat ik tegen u zeg dat je het nu moet doen. Je mag dat vragen aan Patricia, je mag dat vragen aan Kaat, je mag dat vragen aan Vladi. Dit is een unieke kans die je nooit meer terugkrijgt. Daarmee, mijn lieve vrienden, deel dit met iedereen. En ook in België en in Nederland, hè, verdeel dit nu. En komt niet met je flauwekul af bij mij. Van, ja, maar ja, wij kunnen niet, want we zitten hier met het FSMA en we kunnen dat niet vertellen. Jij kunt jij vertellen wat jij wilt. Het enige is, houd u aan regels. En als je weigert aan regels houdt, dan heb je geen probleem met de FSMA. Dan heb je geen probleem met niemand. Jij kunt gerust investeren in wat jij wilt. En als ik iemand binnenbreng en ik vind dat een goed idee, mag ik dat vertellen. En het is aan u om te zeggen nee of ja. Het is aan u om dat mee te delen. En het is nu om dit te delen met iedereen in gans de wereld. Met iedereen in Facebook. Elke dag, op dit moment, lieve mensen, ik zeg het u nu en ik wil het u nog bewijzen ook, elke dag registreer ik iemand in dit bedrijf. Elke dag zet ik iemand nu in mijn team. Elke dag een nieuwe investeerder. En mijn vrouw doet er nog een schepje bovenop, want die doet er twee per dag. En dit is hetgeen wat je moet begrijpen. En ik wil u heel duidelijk iets laten zien nu. Deze berekening heeft niet met Skyway te maken. Heeft niets te maken met een investering van Skyway. Maar ik wil u laten zien op berekening van 10 verschillende bedrijven. Waar hebben we dat op berekend? Op BMW, Mercedes. We hebben dat berekend op Tesla, op Boeing, op wie was dat nog? Op Tesla, Boeing. We hebben dat berekend op BMW. We hebben dat berekend op het zijn 10 bedrijven, ik kan er allemaal niet meer op komen. Nu, die 10 bedrijven waarop dat we dat op berekend hebben, Ardy Davidson zat er ook tussen, en waarop we dat op berekend hebben, die geven allemaal gezien 6-10% aan shareholders, aan aandeelhouders in de wereld. Dolinsky geeft 20% van de winst aan de aandeelhouders naar de toekomst. Mijn lieve mensen, ik wil u een berekening maken op wat wij zouden hebben als we in die andere bedrijven zouden gezeten hebben en we die berekening zouden gemaakt hebben bij ons. Kijk, als je $1000 zou investeren en dat zou $10 op de stockmarkt staan, op de stockshare staan, en je zou nu 31.000 shares hebben, dan zou je $51.000 jaarlijks krijgen aan dividend. Dat is $4200. Dat is daarop berekend. Dat is berekend op andere bedrijven. Als je $1000 zou investeren en het zou $50 op de stockmarkt staan, dan zou je 250.000 hebben. Mijn lieve mensen, word nu wakker, hè? Maar nu ga ik u even allemaal wakker schudden. Als je nu deze investering zou hebben, en ik zeg je nu op dit moment, dat je 120.000 shares krijgt in een pakketje nu van $1000, $1200 investering. Van $1200 investering, oké? Okay? Maar kijk even hier. Dat is 10% van deze aandelen. Dat is 120.000 van deze aandelen. Dan zou jij jaarlijks, 200.000 hebben als het alleen maar $10 zou staan op de stockmarkt. Zou je 200.000 elk jaar krijgen op uw bankrekening. Mijn lieve vrienden, kijk, wakker worden nu. Hè. Nu wordt het echt tijd dat je wakker wordt. Want dat je nu niet gaat wakker worden, hier in Nigeria begrijpen ze het heel goed. Hè. Hier zijn ze pakketjes aan het aanschaffen. 2, 4, 6, zelf gisteren iemand 10 pakketten tegelijkertijd. Hè. Die begrijpen het heel goed nu. Hè. Als ze het nu niet doen, die laten alles schieten. Hè. Koop niet 1 pakketje. Hè. Start met 1. Hè. Maar koop tenminste 2, 3, 4, 5. Hè. Want dat komt niet meer terug. Hè. En betaalt dat netjes af. Als dat hier naar mensen naar $50 gaat, dan zit je hier met 1 miljoen dat jij zou hebben aan 1 pakketje dat jij nu zou kopen van Skyway aan $1200
voor 120.000 aandelen. Mijn lieve mensen, word wakker, hè? Ik hoop dat je dat goed begrijpt, dat ik je weer laat zien. Dit heeft niks te maken met Skyrim en met andere bedrijven. Maar dit is hetgeen wat wij ook kunnen realiseren. Dit is wat wij ook kunnen krijgen. Maar we moeten er nu wel voor gaan om dit te gaan bereiken. En daarmee, mensen, ga er niet voor, hè. Word wakker. Iedereen wakker schudden in België, hè, en in Nederland. En dit is bij pakketjes investering van 3.000, 5.000, 10.000 en 25.000 dollar om een investering te krijgen, dat je weet wat je nu zo momenteel hebben bij ons, bij andere bedrijven, bij investeringen ervan. Mijn lieve mensen, kijk, dit is hetzelfde of je zo'n nieuwe pakketje gekocht hebben in 2015 in fase 9. Heren, fase 9, mijn lieve mensen, tegen 125.000 shares, ja, voor die een discount. Beste mensen, wakker worden nu, hè. Ik heb dat niet kunnen kopen, hè, op dat moment. Dit is een grote kans die je hebt, hè. En dit zijn de board of directors en ik als ambassador in het midden en als curator van die volkop zijn we heel fier en blij te kunnen zeggen dat we een de strength of een team is each individual member. De strength of each individual member is de strength of a team. En dat zijn we. We zijn een team. Ieder werkt individueel, maar we werken ook samen in groep. En dit moeten wij samen meer doen in België en in Nederland. Meer in groep gaan werken en meer in teams gaan werken. En geloven dat je dat ook kan. En samen weet ik dat we dat samen kunnen realiseren. Warren Buffett zei ooit, ik investeer in Coca-Cola 40 jaar geleden, toen dat ze allemaal zeiden dat ik gek was, investeer in dat zwart water. Wij leren drinken allemaal proper, clean water. En ik ben het slechtste voorbeeld ervan, want ik drink natuurlijk dat zwart water. En nu, wat is het nu aan? Mijn lieve mensen, Warren Buffett, elke keer dat ik hier een slokje doe, dan zegt hij, doe er nog maar eentje. Want je mens, je ruikt nu een pak geld op. De CEO van Coca-Cola, je neemt 16 miljoen dollar per jaar aan loon. Warren Buffett heeft het laatste jaar 578 miljoen dollar gekregen, enkel aan dividend, terwijl het huis laat. Lieve mensen, word wakker, want het wordt nu tijd om te investeren in deze technologie. En daarmee zeg ik tegen jullie, doe het nu voor het te laat. Dit was Christian van der Vijver voor Skyway vanuit Nigeria. En ik kan enkel maar tegen jullie zeggen, doe het nu. En ik geef nu het woord aan Vladi. Vladi Volkov, dank u dat u hier bent. Ciao, ciao. Beste mensen, maak er iets van in België. Want ik weet dat jullie de tofste groep mensen zijn die dat in een tijd heel hard gewerkt hebben, heel hard doorgedaan hebben. We hebben allemaal een beetje gesofferd met de problemen die dat we hadden van de FSMA. Maar hetgeen wat we nu creëren, dat is booming business, booming technology. Go! Ja, dank u, Christian. En goedenavond, beste deelnemers. En voor eerst kan ik u controleren, kan ik u vragen alsjeblieft het geluid en video controleren als alles in orde is. Schrijf maar plus of plaats de plus. Is in orde, ja. Dank u. En vandaag is, dank u wel voor de presentatie, Christian. Dat is, kijk de beste deelnemers. De eerste deel, dat is gewone presentatie van onze bedrijf, van SkyWorld Community. Dat is de speciale presentatie voor de nieuwe mensen. En voor vandaag, voor coronavirus, is dat betere manier op via internet, over de bedrijf, over de technologie, alles te tonen of te spreken. Dus als u hebt de nieuwe personen en u zelf hebt niet zoveel informatie of kan je of niet zo niet lezen of geen professor van onze Skyway technologie, breng alsjeblieft naar onze webinar. We maken altijd twee keer per maand webinar, speciale klein mini webinar of presentatie over het bedrijf zelf. En ik en Christian en nog de tweede, Patricia,
ook doet 4 keer per maand presentatie over het bedrijf. Dus de bedoeling van de eerste deel, dat is toch voor nieuwe mensen. En de tweede plaats van mij, en mijn idee was verzamelen de vragen van de mensen. Omdat na de coronavirus, zeker kom ik naar België, zeker wij gaan verder. Wij willen weer de presentatie geven en dan informatie geven over onze bedrijf. En nu, wij verzamelen niet veel vragen. Daar was een stuk of 6 vragen over de 15 stages, wanneer 15 stages gedaan is. Dat staat op deze vraag Anatoly Junitsky antwoord zelf op eigen YouTube-kanaal. Dat is heel goed dat Anatoly blijven altijd nu in Ecotechnopark in Marina Gorka, dat is Wit-Rusland. En hij maakt speciaal met onze directeur van media, speciaal YouTube-video, antwoorden op vragen van partners. En dan zal ik hier op de chat plaatsen de YouTube-link hier. Dat is de speciale vraag nummer 13, dat is een speciale video van Anatoly Junitsky over de Arabische Emiraten en over de stages 15. Wanneer die stages 15 gedaan zal worden. En dan over de Arabische Emiraten, daar is ook antwoord van Anatoly Junitsky zelf. En op deze video, kijk maar, deze link staat op de chat van ons. Op deze link, dat is de Nederlandse vertaling. Maar sorry, dames en heren, dat is de man die heeft dat gedaan. Dat is niet professionele man, dat is gewone mensen zoals wij, gewone aandeelnemers. En hij doet voor ons, dat is vrijwilliger, zal ik zo zeggen. Dus hij doet voor ons dat gratis. En ik denk dat sowieso de woorden duidelijk zal zijn. En op deze blaadjes, kijk alsjeblieft, dat is officiële e-mailadres van mijzelf, ja, van Volko Vladislav, voor vragen te sturen. En alsjeblieft, screen deze e-mail, dat is vladislavvolkov@skyway.capital, en stuur op deze e-mail alle vragen. En ik zal deze vragen verzamelen en dan zal ik deze vragen sturen naar Raad van Bestuur. En dan toen kreeg ik antwoord, zal ik vertellen naar Nederlands. En dan volgende keer van ons, dat is 27 mei. Ja, ik kijk op de kalender, dat staat op. En dan zal ik antwoorden. En vandaag van 6 vragen heb ik deze vraag geplaatst. En ik denk dat is een heel mooie vraag van vrouw. En vrouw vraagt waarom de mensen steunen of nu investeren meer dan 200 landen. Zij weet dat. Maar waarom? De vraag was waarom Skyway project nu mensen vanaf 2014 en investeren. En ik denk dat is een heel goede vraag, volgens mij. Omdat, ja, antwoord van Raad van Bestuur was zo. Omdat de persoonlijke account en inschrijving en de minimum investeringsbedrag van 50 euro, dat is ook beschikbaarheid, ja. En dan de tweede is echte prestaties, dus echte projecten die we hebben gedaan is. Dus testcentrum van Belarus, dat is Wit-Rusland. Dat is testcentrum in de Verenigde Arabische Emiraten. En dan we hebben eigen fabriek en meer dan 100.000 werknemers. Dat is toch ingenieurs, arbeiders en andere personen.
En natuurlijk, wij starten vanaf 2014. En daar was niks. Alleen papieren op de tafel. En toch die mensen investeren, omdat dat is de nieuwe technologie. En zij keken op hart vanzelf. En zij keken op de technologie. En zij zeggen, zoals ik ook start vanaf, ik ook al aandeelnemers. En ik ook start vanaf 2015, 2014. Maar de informatie over de Skyway-technologie zelf komt naar mij in 2011. Dus vanaf 2011 tot 2015, ik hou deze informatie, ik ken deze informatie, maar beslissen wordt centjes te geven en aandelen te kopen. Of zal ik zo zeggen, geld te geven en dan borg zoals de aandelen te krijgen, dus vanaf 2014. Dus ik ben samen met mijn vrouw in project zit vanaf 2014. En echte bewijzen van ons bedrijf, dat is het testcentrum van, in Belarus, Wit-Rusland. Dus daar staat oppervlakte 35 hectare, dus 5 soorten wegen, ja, 11 soorten vervoer. En wij zijn getest. Dan eerste test was 2016, wij zijn allemaal wetende. En dan meer dan 30 internationale delegaties bezoeken ons Ecotechnopark. Dat was in Duitsland, Zwitserland, Japanese en andere en andere en andere. En dan is Arabische Emiraten. Dus meer dan 25 hectare grond. 4 wegen we zullen bouwen en één weg bijna klaar. We zijn allemaal gezien. Ja, dat staat Sharjah. En de bouw begint vanaf 2019. En eerste test was na 2019. En dit jaar op onze plan bouwen vrachtweg 2,5 kilometer. Dat is voor Unicont. En dat is ook bewezen. Echte bewezen. En dan derde positie, dat is onze fabriek. Dat is echte fabriek met bedrijven, internationaal samenwerken. Daar staat veel machines enzovoort enzovoort. Dus ook echte bewezen van onze technologie, van onze stappen. Dus daarom de mensen beloven en daarom de mensen financieren nu op deze posities, op deze tijd. En dan de volgende is dividenden en dan aandelen die wij krijgen. En dan wij zijn voorbereiden en bijna wij zijn klaar op de markt te komen en aan de beurs. En alsjeblieft, de markt en de beurs, dat is twee verschillende stappen. Dus eerst, wij moeten naar de markt te komen, juiste en goede en correcte op de markt te komen, en dan naar de beurs. Daarom we zijn naam veranderen, daarom we zijn alles te veranderen. Iedereen weet over wat ik zeg. En dan komen we naar de markt met de propere naam, met de goede positie, met de goede informatie, met correcte informatie. En dan wij komen naar de beurs. En wij zijn voorbereiden alle twee posities. En over de beurs en over de markt, natuurlijk zelf zal deze informatie geven via de YouTube-kanalen. En ontwikkelingsfases. Als wij kijken op de ontwikkelingsfases, wij zijn op de veertiende fases, veertiende etappes. En wij zijn 14e 1, 14e 2 en dan 15e. En dan na 15e wij stoppen. Dus, en dan, als de mensen willen verder financieren, zij zal financieren alleen voor deze weg, niet voor alle wegen die zullen gebouwd worden op de planeet. En dividenden krijgen alleen bijvoorbeeld van Antwerpen tot Brussel, of van Brussel tot Parijs, tot Parijs. Niet overal, overal van de wereld. Dus na 15e fases,
Dat is helemaal andere aandelen zal zijn. Dat is heel belangrijk punt. Heel belangrijk punt, mensen. Dat moeten we begrijpen. Dames en heren, dat is heel, heel belangrijk punt. En dan, deze punt van video van Anatoly Unitsky, antwoord op vraag 13. Waarom stop op deze vraag 13? Omdat hier Anatoly Unitsky zegt over de 15e stages en dan wanneer 15e stages gedaan zal zijn, plan van hem, en dan over de Arabische Emiraten. Maar dat is waarom, dat is video speciaal voor de mensen die niet begrepen Engelse taal. De mensen die alleen spreken Nederlands. Dat is heel goede informatie voor deze mensen. Geef deze link alsjeblieft naar de mensen die niet verstaan Engelse taal. Omdat op Engelse taal ook deze video Kirichenko vertelt. En ja, dat is ook de slide, ook bewijs van onze. Dat is natuurlijk onze projectgeschiedenis. Maar dat is ook onze stappen. Kijk, we zijn sowieso, kijk, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Dus elke jaar we groeien, 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 sterker, sterker, sterker en sterker worden. En dan nu. En dan we zijn klaar voor op de markt te komen en naar de beurs. En dan wij starten bouwen. Waar starten wij bouwen? Wij starten bouwen eerst op de plaats van Arabische Emiraten. Omdat dat is de eerste land die hand voor ons geven. Aan de rest kijken, ga door technologie of niet, plat liggen op de grond of niet, we zullen zien. En sowieso, en in 20, wanneer wij ook komen op de markt, iedereen zal zeggen, oké, wij starten samen, oké. Maar dan wij zullen zelf kijken en checken op welke bedrijf en welke firma zullen wij starten. Unicorn, dat is heel goede machine. En deze machine op deze tijd is heel belangrijke machine voor ons. En deze machine is bijna klaar. In september, oktober, ze komt naar de Ecotechno Park van Marina Gorka, Wit-Rusland, voor te testen, certificeren. En certificeren zonder containers. En dan komt ze naar Arabische Emiraten, wanneer de weg, speciale weg voor deze machine klaar zal zijn, omdat deze weg is sterker. Voor meer dan 30 ton moet zijn aan de weg in Wit-Rusland zelf tot 10 ton. Dat is heel grote verschil tussen de wegen. En dan deze machine na de test van Wit-Rusland zal rijden naar Arabische Emiraten. En daar testen met de containers. En dan tot einde van oktober of november ze zal testen met de containers en dan als alles in orde zal zijn, maar ik ben zeker 101% dat in orde zal zijn. En deze machine komt op de markt. En dan wij komen terug naar onze richting van Antwerpen Poort. En dan wij samen met Christian en Kat zullen verder gaan met onze zak van Antwerpen Haven. Maar dat is verder. En white paper als de witte papier, als de mensen niet lezen, alsjeblieft lezen rustig. Dat is heel, heel, heel mooie informatie, belangrijke informatie over onze bedrijf. Dat is de link van white paper, ja, de witte papier. En dat is mijn officiële e-mailadres van vragen. Ja? Stuur alsjeblieft vragen. Deze keer was vijf vragen, dat is weinig. Ik denk op deze e-mail zal je meer vragen te stellen. En ik zal 27e mei voorbereiden, checken en kijken belangrijke, mooie vragen. En dan zal ik antwoorden. Maar niet vragen alsjeblieft, gewoon vragen. Bijvoorbeeld, vorige keer mensen zeggen, hoe moet ik die mijn zelf verificeren in persoonlijke account. Dat is een vraag voor de technische dienst. Ja, en ja, dat was nog een vraag was van madame. Dat was bijna 10 minuutjes voor presentatie over de aandelen van de kinderen. Ja, en
ons bedrijf voorbereiden in persoonlijke account. Dat is al speciale programma, komen de speciale programma, waar deze persoon, jonge persoon of klein, zal zelf tikken de naam, familienaam, geboortedatum enzovoort enzovoort enzovoort. En dan de aandelen komt rechtstreeks op zijn naam en dan openen de lokale officiële persoonlijke account komt in openen persoonlijke account van deze kleintjes. Dus de kleintjes kreeg eigen persoonlijke account op zijn naam en alle aandelen zal opzitten. Dat is heel belangrijk nieuws ook. Ja? Vindt je dat een goede nieuws? Schrijf maar plus of min. Dat is toch voor de kleintjes. Dat was pakketjes die grotere opa en oma kopen speciaal voor de kleintjes. Maar deze pakketjes was op de naam van de opa en van oma. En nu dat komt op de naam van de kleintjes. Dat is heel, heel goede nieuws. Ja? Oké. Okay. Verder. Ja, de volgende datum. Schrijf maar de volgende datum. Morgen de Kathleen Jacobs, Kat Jacobs, zal deel 2 starten. Dan twee weken na deel 3, enzovoort, enzovoort. Maar 27 mei, wij zijn samen met Christian en ik, zal ik opnieuw proberen, niet proberen, maar zal ik op... antwoorden op vragen die u zal op mijn e-mail te sturen. En vandaag, ik heb gezien de František en Maslov ook dezelfde presentatie gedaan, vragen en antwoorden voor Tsjechië, Tsjechoslowakije en dan Vietnam. En ik zal van deze presentatie ook vragen nemen en dan kijken, checken en waarschijnlijk zal ik ook verzamelen en hier, als dat de mooie vragen of belangrijke vragen, zal ik ook antwoorden volgende keer, oké? Okay? Dat is heel belangrijk voor ons, omdat we zijn al, ik ook aandeelnemers, ik ook, voor mij dat is ook interessant is, waar gaan we naartoe, wanneer komt de beurs, wanneer we kunnen de aandelen komen, wanneer die bedrijf zal terugkopen onze aandelen, maar die bedrijf stapt verder, stappen en stappen. Nu is vertragen, omdat de coronavirus komt, ja natuurlijk, dus overal komt, maar sowieso, kijk, we zijn verder en verder gaan. Kijk, de bouw van onze van stad Sharjah in de Arabische Emiraten. Die bouw is bouwen verder. Dus volledig, volledig, ja, tuurlijk klein beetje vertragen, maar wij zijn verder, verder en verder gaan. Dat is heel positief van ons bedrijf. Een echte bedrijf die zeker, 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 100, ik ben 101% dat wij zeker op markt komen. Zeker. 21, wij zijn op markt zal zijn. Zeker. Zo, dus webinar woensdag 27 mei. Ik verzamel vragen en dan zal ik stellen deze vragen naar Raad van Bestuur. Dan zal ik volgende keer antwoorden. En dank u wel voor iedereen. Ja, en tot volgende keer. Goed? Oké, okay, dank u, dank u, dank u, dank u. En niet vergeten mijn link te geven aan de mensen en stellen meer vragen alsjeblieft.